Wout van Hout, mensen die alleen het eerste half uur hebben gezien, geloven niet dat jullie met 7-1 winnen van de FC Den Bosch. Ja, eerste half uur gebeurde er weinig, denk ik. Het spel ging een beetje op en neer. We kwamen niet tot heel veel kansen, hun daarentegen ook niet. Ik denk na een half uur krijgen we die penalty en een rode kaart, omslagpunt in de wedstrijd. Ja, Johan die mist de penalty wel, maar we maken eigenlijk meteen daarna de 1-0. We krijgen meteen daarna de 1-1, maar ja, daarna maken we nog twee goede goals voor de rust. En ik denk dat de wedstrijd eigenlijk in de rust al gespeeld is. Toch zie je vaak bij ploegen die een mannetje minder krijgen, dat het soms moeilijker wordt voor de elf. Maar hadden jullie geen last van? Nee, denk ik niet. Maar misschien had het ook te maken dat we vrij snel na de rode kaart scoren. Hè. Dan kon nog niet echt de organisatie neerzetten. Ja, voor de weet lagen er al 3 in. Dus dan weet je dat het een makkelijke avond wordt. Voor jou is het weer eens heerlijk, want je hebt een basisplaats gekregen. Je kreeg de voorkeur boven Deekman. Ja, je hebt hier lang op moeten wachten, hè? Weer terug in de basis. Ja, klopt. Heel lang, ja. Ja, dit seizoen was moeilijk. Hè. In het begin met Ilias rechtsbuiten. Op het moment dat hij wegging, raakte hij geblesseerd. Dus dat is ook wel echt pech. Maar nu mijn kans gekregen en wel gepakt, denk ik, vandaag. Ja, en je hebt ook het idee dat je inderdaad gepakt hebt en de komende weken weer lekker belangrijk kan zijn voor Sparta. Ja, daar ga ik wel vanuit. Hoe moeilijk was die periode dat je niet speelde? Je hebt lange tijd een blessure gehad. Maar het was moeilijk voor jezelf om je in het elftal te knokken. Ja, eind vorig seizoen was wel moeilijk, moet ik zeggen, toen ik eruit ging. Maar dit seizoen wel met veel vertrouwen het seizoen ingegaan. Oké, dan heb je zware concurrentie met Bellassani, dat is duidelijk. Maar ik heb altijd wel vertrouwen gehad in mezelf en heel hard getraind. En de wedstrijd die ik speelde, invalbeurten of bij de belofte, gewoon heel goed mijn best gedaan. En uiteindelijk heeft dat toch zijn vrucht afgeworpen. Ja, Voskamp scoort 3 keer. Is het toeval dat hij 3 keer scoort en jij weer speelt? Want jij bent een klassieke rechtsbuiten, Pieter Langendijk linksbuiten. Dat lijkt toch beter te lopen dan, met alle respect voor, wat meer bewegelijke spitsen die er ook in de selectie zijn en die soms spelen. Ja, ik ben echt klassiek rechtsbuiten en ik heb het met Johan ook wel vaak over van ik ben de man van de voorzet, probeer ik haar vaak te geven. En hij zei in de rust nog tegen mij van als je weer er voorbij komt, leg hem dan terug, want die verdedigers lopen door. En je ziet bij die 4-1, dat gebeurde precies dat, dus dat is wel mooi. De komende weken kunnen leuk worden, hè? Binnenkort hier tegen FC Dordrecht, de koploper, een mooie regio-derby. Ja, zeker. Ja, mooie kans voor ons om te laten zien hoe ver we zijn en wellicht die koppositie te pakken. Ja, alleen dat eerste half uur, hè, daar hebben jullie vaker last van gehad. Het begin, dat moet er denk ik wel uit. Ja, zeker. We moeten scherp beginnen en daar moeten we aan werken, maar ik heb er wel vertrouwen in.